Wanneer je doorklikt naar het communicatiemateriaal, krijg je meteen een overzicht te zien van al het communicatiemateriaal dat beschikbaar is. Om iets te personaliseren, klik je op de afbeelding, dan opent het schabloon. En je kan meteen aan de slag gaan. Personaliseer zeker alles wat in het oranje staat. Dat doe je door erop te klikken, de tekst aan te passen en bij voorkeur ook de tekstkleur aan te passen. Het is altijd handig om goed te zien wat je aan het doen bent en daarom kan je de pagina ook groter zetten. Dat doe je door onderaan, waar je een percentage ziet staan, de balk een beetje naar rechts te schuiven. Op die manier zie je de pagina groter. Je kan hem ook terug verkleinen door die terug naar links te schuiven. Ben je nadien tevreden met het resultaat? Klik dan rechtsboven op delen en op downloaden. De gepersonaliseerde versie zit meteen in je downloads.